Nou, ik denk dat het een heel positief initiatief is. En het gaat vaak niet eens om de grote aandacht. Het gaat vaak ook om de aandacht voor het vakmanschap, voor de mensen die zich het labblazers werken, om zaken echt op te lossen. En dat verdient wel meer aandacht dan eigenlijk nu het geval is. En de stichting kan daar denk ik een goede bijdrage aan leveren. En doet dat ook heel concreet hier in Rotterdam, maar ook op 11 andere plekken in Nederland.